Hey, Moewin, te laat. Lucky dat ik Tommy kan niet afmaken. Thank you. Dubbele fout. De bekken is echt een probleem. Het komt doordat jij niet traint, het komt door in jouw mind, hoe je moet hitten. Er is niks in je bekken en in en volley aan de net. Het is eigenlijk sommige voorhanden een beetje goed, maar de rest, ja, ik weet niet hoe je dat doet, maar is niet echt zo inconsistent is dat. Ik denk niet dat het door trainen, niet door hoe jij de match gaat spelen, hoe jij kan meten met jouw goals. Hoe jij dat weer kan spelen, maar er is niks met de training. Als je implementatie niet goed en niet focus, niet bewust wil verbeteren, dan zal ook niks gaan verbeteren. Elke backhand naar jou toe is gewoon een dode bal, gewoon echt, is niks. Je bent niet ready, je was gewoon niet klaar, je was gewoon, je wou niet hitten, allemaal heel veel touch tennis. Nog steeds hetzelfde. Gewoon even, alleen maar, is niks, is geen pop, is gewoon niks. Elke shot, te laat, door gewoon niet define, door niet anticiperen. Dat is goede define van Victor. Kijk, elke bal is gewoon hit, hij ook. Dus elke bal, control, zie, ready om te hitten. Die bal zou je niet halen, die zo net Victor hit. Zie hoe Victor neemt de bal. Je zou eigenlijk heel veel backhand focus hoe je moet weten. Voorhand? Voorhand zit er spin in nu. Je voorhand zit er spin. Wat betekent dat? Is het goed of slecht? Dat is nu. Spin is goed. Als geen spin, geen... Dat is gewoon. Ik ga even shaken. Zie? Neem de tijd voor die bal. Heavy. Pop. Hoog. Pop. Hoog. Plaatsing. Nu. Vierde been, dat is goed. Dat was dom. Te casual, geen voetenwerk. Zie hoe hij de rally hit, heel solid, het kan nooit fout gaan. Zo straks jouw niveau, van zijn niveau en jouw niveau hitten. Wimble weer morgen. Oké, van 9. De trainer, maar je gaat niet met hem hitten dan. Hij is zo slecht. Hij is slecht? Ja, hij kan niet eens, hij hit precies zoals jij. Hij kan niet eens backhand, hij pusht de bal een beetje. Zijn backhand is beter dan zijn forehand. Zijn... JT kan van hem winnen. JT kan echt van hem winnen. JT wordt me ook afgemaakt vandaag. Ja, wat score bij jou? Geloof het allemaal, set? 1 set. Wat score? 3-6. Ja. Speel zo slecht. Oké, maar ja, wat is er? Dat is jou eigenlijk, dat zei je altijd. Nee, dat is wel hartstikke slecht. Ik snap niet waarom ik altijd set speel. Nee, dus dat hoe je... Ik vind nooit een beeld beter bij jou. Ik weet niet waarom jij je beter speelt. Ik speel altijd beter. Dan dit. Ja, wat, dan begrijp ik... Dan vertel mij, wat is het probleem dan? Ik zie gewoon dat het is jouw consistent beeld. Ik zie echt, dit is jouw hoe jij hitte.
hoe jij gewoon nog steeds die commit hoe je moet hitten. Het is gewoon alles gewoon... Dit is typisch hoe je hit. Dit is echt typisch. Je moet echt vanavond heel goed kijken, want... Je zou echt niks van niemand kunnen winnen met deze game. Echt waar. Dit is typisch hoe jij speelt. De laatste matches die ik van jou zie. Ik kan niet...